Ik ben Ona Briers, ik ben 19 jaar. Ik woon in Antwerpen. Hallo, ik ben Jérôme Mous, ik ben 17 jaar en ik woon in Tielt. We hebben elkaar eigenlijk op de Kunstbende Bootcamp leren kennen. 3 jaar geleden, denk ik. Ja. Zoiets, 3 jaar geleden. En hij kwam naar mij omdat ik leek op iemand dat hem kende. En zo zijn we eigenlijk bevriend geraakt. En nu nog meer naar elkaar toe gegroeid. En nu zijn we eigenlijk beste vrienden geworden. En, ja, doen we elk jaar mee samen. Elk jaar? Samen, maar we doen altijd wel mee. En dit jaar was dat mijn laatste jaar om mee te doen. En daarom dachten we om samen af te sluiten. Ik doe al 4 jaar mee. Nu is mijn 5e jaar in fotografie. Dan heb ik al 1 jaar meegedaan in film. Toen was ik eerste prijs. En dit jaar heb ik ook al in de voorronde van Kortrijk 2e plaats ook bij film. En vorig jaar ook bij performance meegedaan. Mijn eerste jaar meegedaan met foto. En het 2e jaar heb ik met beeldend en muziek meegedaan. En met muziek mochten we naar de finale. En dit jaar terug foto en dan performance. Hoe ben je op het idee gekomen? Eigenlijk kwam dat vloep in mijn hoofd. Ik weet niet. Ja, ik ga niet gaan zoeken achter ideeën, maar ja, bij mij is dat zo plots. Bijvoorbeeld gisteren ook. Ik stuurde naar Rona een sms. Ik heb nog veel ideeën voor onze performance voor morgen. Ja. Dan hebben we dat gisteravond nog zo wat afgewerkt en maar een speech proberen knallen. En hebben jullie dan veel kunnen repeteren? Voor dit stuk niet zo. Het was gisteren de eerste keer dat we echt helemaal konden doen. Maar het ding is, we doen niet veel. Maar het is wel, ik heb het lied gemaakt en dan ervoor gezorgd dat iemand kon helpen met muziek. Hij heeft zo het idee dan gecreëerd voor dakloos te spelen en ja, die projectie gemaakt. En gisteren hebben wij gewoon alles gewoon eens bij elkaar, zoals puzzelstukjes bij elkaar moeten brengen. En dat ging direct al goed. En ja, het was heel grappig dat hem nog zo echt zou zijn. Ik heb nog ideeën ineens en dan zo doen. En dan... Zorgt dat dan geen stress? Ik heb eigenlijk echt geen stress. Ik heb er veel vertrouwen in. Gewoon. Wat ga jij volgend jaar dan doen? Ga je nog meedoen aan andere wedstrijden? Of hoe zie je dat? Ik weet niet wat er nog allemaal is, maar ik ga Kunstbende wel echt missen. Want dat is wel leuk om elkaar opnieuw te doen. Maar ik heb echt nog geen idee eigenlijk. En je gaat nog even door? Zeker.